Ik ben Jeroen Wiertz en ik ben lijsttrekker van D66 in Almelo. D66 geeft voor de komende periode 3 speerpunten. Een duurzaam en groen Almelo, betaalbare woningen voor iedereen en vrij zijn begint met onderwijs. De afgelopen 4 jaar heeft het college op van alles bezuinigd. Sport, cultuur, zorg en welzijn. En de afgelopen 2 jaar waren voor iedereen erg lastig. D66 wil daarom nu investeren in Almelo en vooral in de inwoners. En dat begint wat ons betreft met het onderwijs. D66 wil daarom voldoende stageplaatsen en huiswerkbegeleiding en muziek en zwemlessen voor alle kinderen. D66 wil ook investeren in sport en in cultuur. Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl. En bij een gezonde leefstijl hoort ook een groene omgeving. D66 wil daarom veel meer groen in Almelo. En een platteland met duurzame boeren en zonder megastallen. Bij een aantrekkelijke stad hoort ook cultuur. Denk aan de bibliotheek, de theaters, de kunsthal en het stedelijk museum. Verder moeten we de komende periode keihard aan de slag met de energietransitie. En dat betekent wat ons betreft dat we vol moeten inzetten op energiebesparing. En we gaan mensen helpen met het isoleren van hun woning. Maar die energietransitie moet vooral van onderop komen, van de inwoners. En daarom willen we werken aan energiebuurtplannen. De afgelopen periode is ook bezuinigd op de zorg. De komende periode willen wij daarom veel meer aandacht voor mantelzorgers en voor mensen met een beperking. Want ook zij moeten zich vrij kunnen bewegen in Almelo. In Nederland hebben we ook te maken met een woningcrisis. En D66 wil daarom de komende periode veel meer betaalbare woningen bouwen. Samen met de inwoners. En dat laatste is voor ons belangrijk. We moeten het samen met de inwoners doen. De inwoners vertrouwen geven en initiatieven uit de stad omarmen. Stem daarom in maart op D66. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, D66 wil investeren in de binnenstad. Bijvoorbeeld in het aantrekkelijker en groener maken van de binnenstad. En we willen bijvoorbeeld ook investeren in de steegjes rond de Grote Straat. Zodat die er beter uitzien en meer verlicht zijn. En verder hoeft niet per se het hele winkelgebied ook met winkels te blijven. Je kunt daar ook meer kleine ondernemers krijgen en woningen. En verder willen wij meer monumenten aanwijzen en oude panden beter beschermen. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Nou ja, het liefst behouden wij het groen. Maar wij snappen ook wel dat er meer ruimte nodig is voor grote bedrijven. Dus wij willen eigenlijk, voordat we met een nieuw XL-park beginnen, willen wij een goed onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu. En wat we in ieder geval niet meer willen, is die grote blokkendozen zoals die nu op het XL-park staan. En voordat we verder gaan, moeten we gewoon goed de inwoners van Bornebroek en van Wierden betrekken. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Nou ja, Almelo doet mee aan de regionale energiestrategie en daarin zijn ook doelen opgenomen voor zonne- en windenergie. Maar wij willen zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Daarbij ligt het initiatief wat ons betreft bij de inwoners. Dus de inwoners moeten zelf plannen maken en dan gaat de opbrengst daarvan ook naar de inwoners. Dus die energietransitie die is echt van, voor en door de inwoners. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Ja, natuurlijk wil D66 ook meer betaalbare woningen bouwen in Almelo, Adorp en Bornebroek. En daarbij moeten meer variaties zijn, zoals tiny houses, knauwhoven en woongroepen.
En D66 wil ook dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor starters en middeninkomens. En nou ja, daarbij zijn alle initiatieven uit de samenleving natuurlijk welkom. Zoals bijvoorbeeld het plan van de COSPO voor appartementen voor senioren. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Absoluut. De laatste jaren heeft de coalitie van LAS, VVD, CDA en ChristenUnie flink bezuinigd op cultuur. En het geld dat wij extra hebben gekregen van het Rijk tijdens de coronacrisis is niet eens uitgegeven. Dus wij willen de komende periode een fonds vormen, zodat dat geld alsnog wordt besteed aan cultuur.